So, hier haben wir. Ja, recht vooruit dat is een bootje waar we gezeten hebben. Hij was niet slecht, maar er was nog genoeg verbeteringspuntjes. Ja goed, dat heb je al snel als je zelf ook horeca hebt gehad. Dat wou ik zeggen. We gaan weer onderweg. Ik heb mijn eigen navigatie weer erbij. Ik dacht, laat ik dan maar proberen een kleine te downloaden die ik toch nodig heb. Dus ik wou Luxemburg gaan downloaden. Dus gezegd van nou, ga Luxemburg maar downloaden. Maar ja, terwijl die zeggen oké, ik ga Luxemburg downloaden, kreeg ik weer alle kaarten te zien. Dus geen idee wat dat van glitch geweest is. Dus nou, perfect. We gaan nou de vaste grens over. Dus binnen, want ik heb een plekje uitgezocht in een dorp net over de Franse grens. Het is nog 2:30. Dus daar volgens de navigatie zouden we daar een 30 minuten moeten zijn. Dus ik ben benieuwd. En dan zien we van daaruit wel verder. Of we daar blijven staan of nog verder rijden. Of ja, misschien dat ik daar wel blijf staan. Dat ik iets kan werken. Dus ik weet het niet. We zien wel. Ik wil in ieder geval even weer aan het strand, aan de boulevard of aan de zee kunnen lopen met Bo. Dus ja, we zullen het zien, zou ik zeggen. Hier komen de Fransen dus allemaal denken. Ja, dat zie je dus aan. Dat was 1:19. Dus ja, we hebben er goed aan gedaan om gewoon te strak voor 1:15 vol te gooien. Volg deze route nog 2 kilometer. Dan zag je dus dat hier links en rechts van de weg helemaal vol stonden alle Fransen die komen denken. Ja, 1 kilometer en dan komen we in Frankrijk. Dus ik zal jullie erbij laten. Dan kunnen we dat zien hoe we Frankrijk binnenrijden. Dit is ook overal in Spanje, die borden over welke spoorlijn dat je heen gaat. Dus als je een viaduct over een spoorlijn hebt, staat er een bord bij zijn Brembo die aangeeft wat voor spoorlijn er is. In dit geval Madrid naar Irún. Na 1 kilometer neem op de rotonde de tweede afslag. Volgens mij loopt de grens dan, ja, hier gaan we Irún uit. En dan is dus het goed is de grens met Frankrijk gewoon in het midden van de rivier die we oversteken, zo meteen. Na 400 meter neem op de rotonde de tweede afslag. Tenminste, er staan we zo bij. Kilometer die is nog verder weg is ik gedacht aan. Of dat bordje klopte niet helemaal. Kan natuurlijk ook, hè. Ah nee, volgens mij komt hier de brug. Of niet? Zullen we het zien.
Ja, dat is de brug. Nou, dan gaan we daar de grens over. Francia, 1 kilometer. Het bordje van de straat klopt het dus niet, hè? Na 600 meter neem op de rotonde de derde afslag. Nou, ik schakel er straks wel bij. Frans. Na 100 meter neem op de rotonde. Nou zijn we terug in Frankrijk. Nu hebben we weer Rus in plaats van Avenidas. Ja, terwijl we achter dat vrouwtje aan hobbelen, bedacht ik me net, dan zijn we in Spanje geweest al die weken. En heb ik voordat we de Spaanse grens over gingen vanuit Frankrijk een paar uur gespendeerd aan proberen te vinden van zo'n bordje voor achter op de fiets dragen. Ja, dat was dus niet nodig. Want na 400 meter niet, neem op de rotonde de eerste afslag. Daarover in ieder geval. Als ik nou de volgende keer bij de Wit in Schijndel of Obelink kom, dan zal ik zo'n bordje wel meenemen en dan pleur ik dat achter in de bus. Dat was wel een heel jong broekje volgens mij op dat motorbrommer geval daar. Maar ja, tegenwoordig weet je het nooit. Dus, de eerste afslag. Ja. Dus dat was eigenlijk, maar ja, dat ja, controle, de gendarmerie. Misschien heeft hij een beetje paniek gehad, dat broekie. Dus, ja, dat zei een van jullie ook al in de reacties. Van, ik weet niet, even niet meer wie precies, maar hij was al vaak genoeg in Spanje geweest en nog nooit lastig gevallen met over zo'n bordje op de fiets dragen. Dus ja. En dan zit ik me nu eigenlijk af te vragen wat dat vrachtautootje gelaaien zou hebben. Want hij is zo voorzichtig en zo langzaam aan het rijden. Je mag hier 80, maar we komen net aan de 50. En elke keer als er een beetje een hobbel in de weg zit, dan remt hij af. Dus ja, dat vragen we dan af, van wat zou die gelaaid hebben? Helemaal volgestapeld met eieren. Ja, als ze in een doosje zitten, dan maakt het niet uit, maar ja, geen idee. Het zijn dan van die echte kronkels die je op zo'n moment hebt. Ja, we zitten aan de corniche. De bestemming ligt aan uw rechterkant. Ja, hier zitten we hoog beneden in het dorp. Was niks. Ja, dit is wel mooi om zo even te zien, maar dit gaat hem ook niet worden. Dus ik denk dat we verder moeten rijden naar een volgend dorp. De plek die ik uitgezocht had, die was gewoon onbereikbaar. We hebben allemaal huisjes gebouwd daar en straatjes die afgezet waren met kettingen en zoiets allemaal. Dus ja, dat was gewoon niet te komen daar op die plek. Oké, dat is een aparte rotonde. Nou, dan ga ik hier weer
terug op. En dan gaan we hier dus even staan. En dan gaan we hier even kijken waar we daadwerkelijk heen gaan zo meteen. Zo, dat doen we. Ik wil iemand zo graag naar het water. Ze staan hier boven ergens gewoon geparkeerd even. En ja, we lopen nou even omlaag. Bo. Allee. Als we tenminste omlaag kunnen komen. Oh, daar is een trap. Ik weet niet of daar nog een trap is. Oh, wat de dek aan de op daar. De Atlantische kust. Dat is weer even wennen. Die kademuur hier is helemaal zeker nat. Dit is allemaal nat. Dus ik denk dat dat komt door eb en vloed. Dat het een beetje net zoals in Bretagne heel veel verschil uitmaakt hier. Ja bro, kom eens hier. Kom eens hier, dat ik glas maak. Scherp, hou je mee? Ja. Jong, nou, het water is niet echt koud moet ik zeggen, maar het is wel hier vooraan een beetje zanderig. Ja, kom. Nee, het is niet echt goud, maar kom, dan kunnen we een grote golf. Hey, Ellie. Ellie. Is er eentje blij. En die is dadelijk weer kleddernat. Moeten we drogen. En wie is de Atlantische Oceaan, Boekje? Hé? Fijn? Ja, meer zout of minder zout? Warmer geloof ik als de Middellandse Zee, hè? Zo even met de vingers aan voelen. Kijk, zo helder. Ja, het is echt niet koud. En nou met boven deze kant gegaan, hier is het wat minder zandrig, maar nu begint het hier ook. Ik heb het idee dat het weer vloedend worden is. Kom hier. Ik wil even dat het een beetje schoon is voordat we de bus in gaan. Ik ga er aan de riem doen. Het is nou redelijk zand eruit. Dat is veel minder dan dat het net was. Dus, ja, even naar de haven gelopen. Nou ja, daar precies. In het midden als het goed is. Op het scherm kan ik hem niet zien. Maar er staat de bus in ieder geval. We zijn zo gelopen en hier even naar de haven, want ik zag dat hier ook een grote parkeerplaats was. En een heleboel, plekken. Dus even kijken of we hier opkomen en of dit gratis is, of dat dit betaald is, of whatever. Dus we gaan dat dus eventjes bekijken. Kijk, dat huisje, daar onderdoor is de officiële ingang. Je ziet daar die auto. Ja, die rijdt daar onderin. Dat is 2,10 meter. Daar gaan we dus nooit onderdoor. Maar hier links ervan is een draaibare slagboom. En die is nu open. Dus we zouden er nu in kunnen. Maar als nou iemand het slot dichtmaakt in de loop van de avond of de ochtend of wat dan ook. Dan staan we mooi te kijken natuurlijk. Hè? Want dan komen we er niet vanaf. Dan moeten we eerst iemand zoeken met het sleutel. Want in dat paaltje daar is een hangslot en dat is open nou. Maar ja, staat ik een of andere grapje als gewoon het poortje, hoeft niet eens de beheerder te zijn, maar iemand denkt van leuk, doe de poort dicht, doe het hangslot dicht, dan kom je er niet uit. Dus, tja. Dilemma's.
Kijk, de vissen. Daar, die kan er ook. Overal vissen. Er zitten heel veel vissen in. En dit komt dan ook met de vloed van de zee. Ja, dan komt hier ook het water natuurlijk. Zo te zien, een, wat zal het zijn, 1,5 meter. Ongeveer hoger, dikke meter. We zijn eventjes aan deze kant gekomen. Hier ligt namelijk de plek die ik in eerste instantie uitgezocht had. En ik zag er auto's staan vanuit deze kant. Dus je moet er wel komen. Maar ja goed, een auto of een bus, dat is natuurlijk nog wel weer een verschil. We gaan eens kijken. Hier is geen betaald parkeren op dit stuk. Ja, normaal wel, maar parkeerautomaten zijn. Dus ja, dan sta je hier natuurlijk. Dus dat is ook leuk. En ik denk dat ik met de bus wel in zo'n vak pas. En dat is ook wel net langs een, hoe heet het, zo'n zebrapad of zo willen staan voor het vrijhouden van één zijkant. Maar ja, het is wel weer nadat er allemaal mensen voorbij komen. We rijden, er zijn zoveel allemaal van die dorpen hier aan de kust. Ik denk dat we gewoon even een stukje doorrijden en dan aan de kust blijven. En dan zien we wel waar we uitkomen. Zou het te strak geweest zijn, toen zijn we van hieruit naar de achter gelopen. En nu kun je al zien hoeveel meer vloed dat het is. Want helemaal daarachter, daar kon je dus vaak ja, net niet door zonder natte voeten te krijgen. Nu kan het echt niet meer. En hiervoor, dat stukje in het midden met die rotsen, ja, daar hebben we gewoon makkelijk langs kunnen lopen. Nou, metersplaats. Nou, ja, nu kan het niet meer. Dan gaat de zee er tegenaan. Ja, we zijn onderweg. Niet naar de plek in de haven. Na 300 meter neem op de rotonde de eerste afslag. Ik had geen zin in het risico om achter het slot vast komen te zitten met de bus. En dan ik weet niet hoe lang tijd kwijt te zijn om iemand te vinden die het weer opmaakt. Dus we rijden gewoon verder langs de kust omhoog naar een van de volgende dorpjes. Maar het is vrij druk op het moment. Dus ja, let's see. Helemaal vergeten dat de McDonald's in Frankrijk ja, zo'n langzaam internet heeft. Dus ik zag na 100 meter neem op de rotonde de derde afslag. Dan kunnen we eventjes nog een YouTube filmpje uploaden wat ik klaar heb staan op mijn telefoon. Maar ja nee, die hebben zo'n traagje. Maar maakt het eigenlijk niet uit, want ik heb nog tot en met februari, volgens mij zijn het nog maar 4 dagen, nog 40 gigabyte te verstoken. Op mijn Franse abonnement, want per de eerste komen er weer 40 nieuwe. Dus ik hoef me daar ook niet druk over te maken. Het enige wat ik eerst moet is even kijken, ik weet nog niet eens meer. Volgens mij was het Leclerc. Dat ik mijn tegoed van de telefoon had. Ik moet daar eens eventjes op dat simkaartje kijken. Volgens mij hebben we een plekje gevonden. Een rustig parkeerplaatje. En als je dit in de folder van een hotel zou zien. Dan zouden ze dus zeggen, deze kamer heeft zeezicht. We zitten niet zo heel ver van de zee af. En we kunnen hier, ik zag al hier beneden het dorpje, is wel gezellig. Er zitten allerlei restaurantjes en cafeetjes en zo. En ik denk dat we ook wel tot aan de zee kunnen komen. Dus we gaan, ik zal van buiten ook nog even leren zien. We staan hier in de hoek, bij, achter ons en bij... Rechts hier naast ons een wei. En dan liggen daar twee, ik weet niet of het appartementen of een hotel of iets is. Volgens mij appartementen. Hele smalle straatjes hier in het dorp. Allemaal in richting. Dus, maar ja, goed, het komt goed. Volgens mij is het een lekkere rustige plek om te staan. Zeker vannacht. Nu zal er nog wel eens af en toe een auto daar over die wijk waar we binnengekomen zijn langskomen. Maar ja, dat is het dan ook. Ja, buiten kun je zelfs de oceaan horen. Ja, we staan hier in het hoekje. Ja, plek zat zou ik zeggen. Trouwens, ja, die is tegen de zon. Even kijken, die kant, de bouwstijl hier in het Frans Baskeland. Doen we een beetje aan Beieren denken. Zo. Zo, diezelfde bouwstijl ongeweer.
Ja, daar in het midden, daar is de zee. Dus ja, de bocht staat gewoon een blauwe P. Dat is verder niks, geen restricties of helemaal niks. Ja, natuurlijk dat je daar niet mag. Dat is dan voor de bewoners of wat het dan ook is. Dus daar kwamen er allemaal mensen achter elkaar uit. Dus het zou me niet verbazen dat het een soort bejaardenhuis is, zo is hier. En dat dan ja, dienstwissel is geweest net. Ja, hier is een wei. Achter ons een wei, platanen. Net zat het roodbordje op een van die posten. Dus ik denk dat we een mooi plekje hebben gevonden. Ik heb Bo net eten gegeven. Dan gaan we zo eens even die kant op. Ik zie daar wel richting de zee hoogspanningsmasten, dus daar zal een trein rijden. Dus ik ben benieuwd hoe vaak en of je die goed hoort hier, want het ligt wel ja, een stukje verder weg en omlaag. Dus zult zien. Even het dorpje verkennen. Er liggen al een of ander surfschool, barretje. Kun je net zien, net niet zien. Daar bijna tegenover de parkeerplaats. Hier is het station. Dus, daar is even de brug over. En dan kijken wat we zien hier. Het is steeds buiten het seizoen. Hier hotel dicht. Le Bar Basque dicht. Daar was wel iets open geloof ik. Laten we even kijken. Dan gaan we over de brug. Hier hebben we uitzichtpunt en daar wordt gesurfd. Even kijken of we een beetje kunnen inzoomen. En die kant ook. Ja, ik had al gelezen dat dit voor surfers een mooi stukje moet zijn. Hoop behaald dat ze niet verder omlaag kan. Maar dat hoef ik niet, want dan is ze weer klaar dan uit, dus ik kan mooi kijken hier. Aha, niet verkeerd. Het zijn ook flinke golven daar. Och, och, ook zijn eind erin, nee. Och, zielig hondje. Zielig hondje. Toen hebben ze ook zo'n moeilijk en zwaar leven. Hè? Nee. Ja, dat is wel grappig. Hier. Wanneer erin zit, een soort van die ja, strandcabine, zeg maar. Een soort van die, ja. Wat we in andere landen ook vaak zien, hier in Frankrijk staan ook vaak van die huisjes gewoon op het strand. Maar hier zit ze zeg maar hier erin. Nou, toen sprak daar, kijk, dan komen die surfers aangelopen en dan gaan ze hier in zo'n huisje kunnen ze zich dan omkleden en dergelijke. Even kijken of we daar achter kunnen komen. Hier is een soort... Als boten dan het water in laten, zeg maar, een beetje beschut daar door die muur. Want je ziet dat de golven allemaal van die kant komen. De haven aangekomen. Of wat dan een haven is. Dus die, alleen die boottramp denk ik. En hier kijk je zo van de zijkant op die golven daarachter. Dus kijk, die zijn hoog. Je hoort ze af en toe, dat is een slag als die om, als ze breken zeg maar. Nou ja, dit is wel makkelijk om hier uit het water te komen. Hier aan de overkant, dit groene, de groene surfplank, dat is wel mooi gedaan. Hij heeft dat aan zijn, hoe heet het? Aan zijn scooter. Oké, deze kant, kom hier. Nee, gewoon de kant. Ja.
Goed zo. Goed zo. Ja, mooi. Hij heeft zo die platen hier zo, uit de zee hem ook geduwd zijn. Dat ziet er mooi uit. Een beetje zo, dan kun je het beter zien ten opzichte van de zon. Wow, allez, kom. No, no. Ga eens maar zitten. Ga zitten. Hey, wow, zitten. Goed zo, wachten. Hè. Hier kun je zien dat, hier zijn we nou, alles beschermd is. Je mag alleen vissen met een hengel met een lijn. En alles wat beschermd is, krabben, van die slakjes, zeesterren, zeeegels, garnalen en inktvissen, octopussen. Ja, mooi. We gaan onze weg naar boven proberen te vinden, want net met het steile paadje omlaag, dan zag ik dat er geen lantaarnpalen waren. Dus ik weet niet of er een andere weg omhoog is. We zullen het zien. Even kijken of het gaat, omdat ik helemaal ingezoomd ben en het donker begint te worden. Dus het zal geen geweldig beeld zijn, maar hier kun je heel goed zien hoe hoog dat die golven zijn. Ongelooflijk.